Hello tricksters. In navolging van Ineke heb ik ook besloten om eens een rustige stretch te maken. De kaarsjes heb ik van haar gepikt, vond ik wel gezellig. Gewoon omdat we er allemaal wel behoefte aan hebben op de een of andere manier. Misschien heb je het ontzettend druk met de kinderen die nu altijd thuis zijn, gewoon of op het werk. Of misschien heb je helemaal niks te doen en is dat net vervelend. Daarom even een kort stretchje, gewoon om even tot rust te komen. Concentreren op de ademhaling. Wat je wel moet weten is van, je mag eigenlijk niks voelen. Dat wil zeggen, in de flexibility training zoeken we soms zo het randje van pijn op, van spierpijn. Nu zou je echt moeten kunnen loslaten. Soms kan het zijn dat je even tijd hebt daarvoor, maar daarom houden de bewegingen ook langer aan dan normaal. Als je blokjes hebt, is dat wel fijn gewoon ter ondersteuning. Nu zijn deze blokjes onze vrienden en niet onze vijanden. Heb je geen blokjes, kun je ook bijvoorbeeld een dikke badhanddoek gebruiken die je dan tot een bolken maakt of een kussen of eender wat. Goed. We gaan beginnen gewoon zittend. Kleermaker zit of hier kun je eigenlijk ook al, als je er moeite mee hebt, kun je ook al een blokje onder de billen leggen om maar hoger te zitten. Leg je de handen op de knieën. En als we inademen, gaat je de schouders heel veel optrekken. En als je ze naar beneden doet, laat je uit. Doe het 4 keer. Dus we gaan in. Leg je één hand op je buik. Gaat je inademen, gaat je 4 tellen inademen, gaat met de buik inademen. Dus je blaast eigenlijk je buik uit. Dus in. En 4 tellen uit. In. En uit. Nu gaan we de adem 2 tellen vasthouden. Dus we ademen 4 tellen in. Houden vast. En laten los voor 4 tellen. Doe nog 3 keer in. In. Vast. En los. Laten we de handen weer op de knieën. En dan gaan we cirkels maken met ons hoofd. We doen het heel traag. We beginnen met ons oor naar onze linker schouder te brengen. Zo ver mogelijk. En dan gaan we heel rustig naar het midden. En naar de rechterschouder. Houd even vast. En gaan we terug rustig naar links. Maak je hoofd zo zwaar mogelijk. En terug naar rechts.
één keer links. En nu als je het aankunt met je nek, ga een volledige cirkel maken, maar even draaien. Dus van links naar voren, goed laten hangen. Rechts. Zijn dat dat kraakt? Dat geeft niet. En terug. Achter. Nu gaan we terug langs achter, langs rechts. Dus we keren de cirkel om. Hoofd in het midden hangen. We strengelen de armen met de handen achter ons hoofd. Laten we het gewicht van de handen onze kin korter bij de borst brengen. We blazen al onze lucht uit. En als we inademen, gaan we ons hoofd naar achter brengen, openen we de borst. Hou je ellebogen open. En terwijl je uitademt, breng je weer de kin aan de borst. Maak je eigen klein. En in, terug op. Open de ellebogen. Open de borst. Zonder te forceren. Doe nog twee keer. Adem uit. En in, open, maak u lang, en uit, en rond, en de laatste op, adem in, hou vast, trek uw armen uit naar boven, maak u zo lang mogelijk, armen mogen omhoog, schouders mogen omhoog. En laat los. Kom naar voren als dat gaat. Als dat niet gaat, maakt niet uit. Je mag ook met een ronde rug. Voorhoofd leg op je handen of op een blokje. Je kunt leuke constructies maken daarmee. Of hier. Als je inademt, maak je wat ronder. En als je uitademt, gaat je die lengte weer opzoeken. Kruip je eigenlijk een beetje naar voren. En in rond. En uit naar voren. Kom helemaal omhoog. Wisselen we de benen. Dus ook als ik hier zit, hetzelfde. We maken ons rond. We komen naar voren, bijvoorbeeld. En als ik dan inadem, maak ik me lang. En uit rond. Knieën. We zitten mooi rechtop, spannen de buik wel een beetje aan. Ook hier, als het onaangenaam is, kun je op een blokje gaan zitten. Zet je één hand omhoog, we ademen in, maken ons lang. En als we uitademen, buigen we helemaal de andere kant op.
Misschien gelijk een wiegende boom. En in. En uit. Blijven we hier. Maak een grote cirkel met die bovenste arm. We gaan naar achter. We ademen in. We openen onze borst naar het plafond. En uit als we naar voren komen. Doen we het ook 3 keer. In. En uit. Hou vast. Maak een cirkel. Adem in. Draai je lichaam naar boven. En rond. Nog 2. En laat. Kom op handen en knieën, echt deze keer. Spreid de vingers, duw de wrijven in de mat. Rol je schouders goed naar achter en maak een holle rug. Je nek is gewoon mooi recht, geen rimpels. En hou vast. Beweeg ook even lichtjes met je heupen naar links. En ja. Van je buik wel op terwijl je dit doet, maar lichtjes. Een ronde rug. Duw je helemaal uit. Laat je hoofd hangen. Nog hier, heupen links. En rechts. Dan mogen de knieën ook wel naar achter schuiven. Dus dan hoeven die niet meer in één lijn te zijn. We hebben 4 ademhalingen. En je probeert bij elke uitademing je borst meer naar de grond te duwen.
achteren. Laat je voorzichtig je handen en duw je billen naar je hielen. Mocht je benen wat verder open doen voor een child's pose. Je ogen voor de handen leggen waar je wilt, maar ook onder je voorhoofd. Bij elke uitademing maak je wat zwaarder, geef wat meer gewicht aan je billen, breng je wat verder naar je hielen. Gewandeld naar buiten. Dus nu is mijn linker oksel aan de mat. En die duw ik ook in de mat. Dus ik draai een klein beetje aan mijn oksel, zodat ik een goede stretch voor mijn schouder. Ook hier kan je spelen. Van je adem in. Komt goed uit de houding. En ademt uit. Gaat wat dieper in de houding. Je mag ook gewoon blijven liggen. Je kan meer voelen door je bovenlichaam meer tussen de benen te drukken. En dan wandelen naar de andere kant. Draag de rechter schouder naar de mat. Je hoofd mag gewoon op je armen liggen of ertussen. Ik leg het graag op mijn arm. Komen we liggen op onze rug. Ga je de handen boven elkaar leggen. En dan ongeveer aan je BH-bandje. Ja. Kan je ze hoger krijgen, krijg je ze hoger. Dan maar. Leg de ellebogen. Goed op de grond, draag de schouderbladen naar beneden. Dat is eigenlijk een variatie, je kan dat natuurlijk ook met een blokje doen. Dit geeft zo nog wat extra opening aan die schouders. En we ademen. Is het onaangenaam, dan leg je de handen een beetje lager. Je benen mogen vallen hoe ze vallen. Is uw ademhaling en uw schouderbladen mooi naar beneden blijven duwen. Helemaal perfect is als je hoofd mooi recht ligt. Zou het zeggen dat we ons hoofd niet met een knik leggen, maar eigenlijk een dubbel kin maken. Liften we ons lichaam een beetje. En wisselen we onze handen. Dus de handen liggen ongeveer tussen je schouderbladen, als dat gaat. En of je BH-bandje, dat mag allemaal. Probeer ze niet in de onderrug te leggen.
dan dat je handen rustig kunt bevrijden. De volgende lijkt hier een beetje op, maar is een beetje, is net een beetje mee. Als het niet lukt met de nek, kan je ook altijd het hoofd plat leggen. We gaan onze borstspieren en onze rugspieren gaan gebruiken om eigenlijk omhoog te komen. Pak op mijn hand van de achterkant van mijn benen vast, juist onder mijn billen. Ik draai mijn schouders goed in. Ik duw me eigenlijk heel wat op. En de rest komt uit mijn bovenlichaam. Dus ik ga het eerst laten zien. Ik ga op. Dan zet ik mijn hoofd op de grond. Draai mijn elleboog goed in. Nog weer bij het ademen, let je op hier alles openzetten. Het kan ook zonder handen, maar dan moet je zorgen dat je hier goed je spieren gebruikt. Je kiest zelf. Blijf hier niet heel lang. Probeer rustig te ademen. Zet gewicht op de armen en bevrijd je nek. Verstreng aan de vingers. Leg deze onder de kruin van je hoofd. Trek je kin naar de borst en blijf even liggen. Voelt je normaal dat je nek heel mooi lang is? We gaan onze knieën, dus we zorgen voor een mooie rechte rug. Zie ik jullie wel slecht. Ik de knieën aan mijn borst, mijn billen mogen liften. Ik adem in. Ik adem uit, ik laat alles los. Ik adem weer in. Maak zo klein mogelijk. Twee keer, adem in. Langs in. Even vasthouden. En los. Dan kan je eventueel blokjes nemen of die handen of wat dan ook. Trekken onze knieën 90 graden en laten ze helemaal naar buiten vallen. Is dat moeilijk? Geeft dat problemen aan de rug of zo? Dan kan het ook met een verhoogje, geen probleem. Dus we leggen de knieën. Nu, ik ga het toch een beetje actief eerst. Dat is wel fijn als we zelfs kunnen loslaten. Ik leg mijn knieën boven elkaar en die blijven boven elkaar. Het bovenste been zal sowieso een beetje naar achter willen gaan. Dus die blijft hier, eventueel een hand erop. En ik duw het bovenste been actief naar voren. Kleine hand hier. Adem in. En uit. En dan kun je je hand op de grond leggen, je elleboog op de grond leggen. Afhankelijk van hoe flexibel dat je bent. Je ziet dat nu niet, maar mijn vingers raken niet op de grond. Je kan dan met de andere hand een beetje lengte maken. Dus je omhoog trekken en meer draaien. Maar check dat de knieën nog even op elkaar blijven liggen. Dan gaan we inademen.
hand terug naar voren brengen. En uitademen. De hand weer naar achter. En we kijken mee. Doe het 5 keer. Dat was 1, 2. En doe het op je eigen tempo. Bij de 5e blijf je even liggen. Laatste. Lang. En blijf even liggen. Misschien bloot je de elleboog. Maak je cactusarmen. Kan allemaal. Een cactusarm is dit. Eigenlijk 90 graden. Je kunt jezelf zo lang blijven liggen als je wilt. 3 minuten, 5 minuten, 7 minuten. En elke keer als je uitademt, probeer je je schouder, dus de achterste, meer en meer op de grond te krijgen. Schouderblad mooi naar beneden. Probeer je knieën nog boven elkaar te houden. En laat je knieën dan gerust naar achter schuiven. Voor 3 ademhalingen. En dan weer achterste hand terug naar voren. Breng je knieën naar het midden. Knieën naar de borst. Terug 90 graden. Doe de andere kant. De knieën boven elkaar. 90 graden. Gaan we eerst met de hand naar voren. Adem in. En uit. Maak u lang. Verder en verder te reiken. Eentje. Liggen, probeer je elleboog op de grond te krijgen. Eventueel de cactusarm. Maar ontspan vooral. Niks moet, hè? Dit is ook goed. Maakt niet uit.
naar achter zakken. En blijf hier nog. Voor 4 ademhalingen. Goed laat je mond uit en laat ook je gezichtsspieren een beetje los. Breng onze hand weer bij, de voeten bij. Leg ons rustig recht. En maak weer een bolletje. Onze voeten omhoog en strek onze benen uit of zoiets, maar ook nog een beetje geplooid blijven. Als je inademt, breng je de knieën naar je borst. En als je uitademt, strek je ze een beetje omhoog. En uit. In. En uit. Nu wil ik hier weer naar beneden. Pak de binnenkant van de voeten vast. Nu. Zie je, ik kom helemaal los. Op zich maakt het niet zoveel uit, maar we proberen om de schouders goed op de grond te houden. De knieën die mogen een beetje naar buiten, die brengen naar de grond. En dan kijken we of we ons onderlichaam op de mat kunnen krijgen. Happy baby. Goed, de schouderbladen op de mat. Lukt dat niet, kun je ook altijd je benen hier vasthouden. Dat is geen enkel probleem. Kin goed intrekken, dubbel kin maken. En probeer te ontspannen, dus laat vooral die schouders los. Lukt dat niet? Nogmaals, dit kan ook, hè? Als we inademen, gaan we de knieën nog wat lager proberen te brengen. Als we uitademen, proberen we de benen te strekken. Nu, dat kan ook variaties, hè? Dus we ademen in, trekken de benen korter en strekken. Dat kan ook, hè? Het hoeft zelfs niet helemaal gestrekt te zijn, maar gewoon die beweging. Dus in. De schouders. In. Uit. Nog 2 keer. In. Vasthouden. En rustig uit. De schouders. Rustig de benen terugbrengen. Eén meer over het andere. Als je de stretch van Ilika hebt gedaan, heb je deze kennen. Dus de voet die op de knie ligt, ligt met de enkel boven, voorbij de knie. Is geflext.
De andere, de knie gaan we mooi laten buiten vallen. We pakken de achterkant van het been vast. Ontspan je schouders weer. Je kunt ook je onderbeen vastnemen. Of duwen tegen de knie. Dat zijn allemaal variaties. Kijk gewoon wat fijn voelt voor u. En ontspan. Dan begin weer een beetje in. Zorg dat je altijd een mooie lange nek hebt. Is dat moeilijk? Kunt je een handdoek onder je hoofd leggen? Zodat je toch die mooie lange nek kunt hebben. Of je matje oprollen. Adem goed. Als je uitademt, gebruik je om iets dieper in de pose te gaan. Maar nogmaals, het mag geen pijn doen. Het moet heel relaxed zijn. Omdat je lichaam zoiets heeft van oef, dat doet pijn, dan gaat het niet ontspannen. Laat alles los. Van die onderste voet cirkels maken. En doe langs twee kanten. Dan wisselen we van been. Strekken het been, strekken het been, flexen. En hier gaan we. Dus de voet van het achterste been, die mag gepoint of geflexed zijn, wat jij wilt. Degene die erop ligt, die is wel geflexed. En adem. Je kunt ook altijd een beetje wiegen. Om af te sluiten heb je nog een muur nodig. We leggen ons matje tegen de muur. En dan ga je met de billen helemaal tegen de muur kruipen. De rug blijft op het matje liggen. We gaan zo liggen. En de benen gaan omhoog. En dan gaan we één volledig nietje. Gewoon liggen, ademen en relaxen. Je hebt het verdiend. Dus installeer je wel maar. Goed naar beneden.
Duurt het allemaal te lang voor jou, mag je er natuurlijk op elk moment uitkomen. Duurt het niet lang genoeg, mag je altijd nog blijven liggen. Als je uitademt, laat je nog meer los, alsof je in de grond zou wegzakken. Je ontspant de benen, ontspant de buik, ontspant de schouders. Als je benen beginnen te tintelen of als ze zouden trillen, ga je ze ook buigen. Zou je toch meer willen, wie weet, dan kan je ze natuurlijk ook altijd open laten liggen en voor een passieve straddle stretch. Het voordeel van een lang nummer is dat je spieren mooi kunnen ontspannen. Lig in de straddle, kan je de benen misschien een beetje meer naar beneden doen nu. Zonder dat het pijn doet. Breng je de benen rustig omhoog.
omhoog waren. Breng ons rustig allebei opzij. En kom je rustig tot een zit. Hopelijk vonden jullie mijn poging tot een rustgevende